Hallo, ik ben Marianne van Pelt en ben sinds 2016 vrijwilliger bij SWO. Het leuke aan het vrijwilligerswerk is dat je heel erg betrokken bent bij de gemeente Drimmelen, maatschappelijk betrokken. En je leert heel veel mensen kennen. SWO is een leuke organisatie om als vrijwilliger voor te werken. Ik ben niet de enige vrijwilliger binnen SWO. Dat is een grote organisatie met heel veel vrijwilligers op verschillende disciplines. Zoals automaatje, thuisadministratie. Belastingdienst kun je hier ook voor het invullen van je formulieren. Maar ook gewoon ontmoeten is ook eigenlijk heel belangrijk. Zo. Ik ben Mariet Baks en ik ben net op intake geweest voor automaatje. En ik ben nou net bij een mevrouw geweest die wilde dolgraag eens een keertje naar haar ver familielid buiten het dorp. En daar had ze geen vervoer voor en dan is automaatje heel erg geschikt daarvoor. Want automaatje die haalt die mevrouw op bij de voordeur en die brengt haar ook weer terug. Ik word daar blij van, want ik weet dat die mevrouw daar straks een hele gezellige middag heeft bij de familielid. Wat ik ook doe naast automaatje is ook de algemene intakes voor SWO. Dat ik dus op huisbezoek ga bij de mensen en die zorgvraag dus in kaart breng en terugkoppel naar SWO. Ik ben een zorgmens om mensen te helpen. Zorgen dat mensen er blij van worden van wat ik doe. Dus door die verhalen die de mensen mij vertellen, daar krijg ik dus weer energie van. Positieve energie. En daar sla ik op en daar blijft je geest ook actief bij, hè? Want dat is natuurlijk wel belangrijk om je geest actief te houden.